start gevallen. Paarden zijn onderweg en Dean Bros gaat makkelijk de leiding pakken. Griff Junior ligt op plaats 2 en de derde plaats daarachter is dan automatisch voor Il Classico Renka. Tweede band is daar al achter aangesloten en zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. En Dean Bros heeft het tempo op dit moment aardig te pakken. Enige deelnemer die een beetje in de buurt kan blijven is Griff Junior. En we zagen Jeffrey Miras al even achterom kijken, want die hoopt natuurlijk op hetzelfde als de vorige keer gebeurde. Dat Flavius hem zometeen voorbij komt. Maar de vraag is wie gaat er als eerste komen? Kijk even naar het tweede spoor en dat is Prosperous die onderweg is naar voren. Flavius ligt aan de binnenkant en in het tweede spoor is ook onderweg SJ's Junior C. Laatste op dit moment Panoramic. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Wordt de eerste tussentijd zometeen neergezet. 1:16.8 en leidt Dean Bros. En dat is snel uit de banden en het wordt toch een andere tactiek dan de vorige keer. Dit is ouderwets. Dean Bros die gewoon van huis uit zo hard mogelijk gaat en daarmee de ideale gangmaker is voor Griff Junior. Daarachter volgt dan aan de binnenzijde Il Classico Renka. Geen makkelijke koers voor Prosperous, maar ja, het moet een grootheid zijn, dus moet dit ook kunnen. Aan de binnenzijde is het dan Erwin Bot die vervangt André Bakker vandaag achter Banker Transair. SJS Junior C ligt er goed bij en achter SJS Junior C volgt dan Flavius. En achter Flavius is er aansluiting voor Panoramiek. Paarden zijn halverwege de rechte lijn aan de overkant van de baan. Daar komt zo dadelijk de tweede tussentijd op de klokken. En het is Dean Bros die het tempo bepaalt. In het gouden paard, 17 rond voor de tweede 500. Tweede plaats erachter voor Griff Junior. Daar komt aan de buitenkant nu naar voren Prosperous. Prosperous komt eraan, terwijl het toch gewoon de hele weg 17 gaat. Maar dat maakt Prosperous niet zo heel veel uit. Hij komt uit op plaats 3 en zo zijn de deelnemers in de linkerbocht. Gaan ze zo meteen als ze de finish passeren nog één volledige ronde afleggen. En is nog altijd Dean Bros de gangmaker. Dean Bros, Griff Junior ligt op plek 2, derde plek aan de buitenkant is voor Prosperous. En vierde aan de relingzijde ligt de Il Classico Renka. Vijfde is SJ's Junior C. Zesde plek daarachter Panoramic. Zevende aan de relingzijde Banker Transair. Achtste en laatste. Daar had je hem niet verwacht. Flavius. Voor de tribune langs, nu is het tempo wat naar beneden gegaan, maar toch staat er 1:16 rond. Met Dean Bros en Jeffrey Miras aan kop van het veld. Tweede plaats voor Griff Junior. Daarachter aan de buitenzijde dan die Prosperous. En nu ligt Griff daarin gesloten, krijgt SJS Junior hem op maat. Aan de binnenzijde ook geen meter te veel voor Il Classico Renka. Daarachter is dan Panoramiek, ligt er mooi bij met zijn speed. En aan de binnenkant Banker Transair, aansluiting voor Flavius. En zo gaan de paarden dan op weg naar de overkant van de baan. Dat doen ze voor de laatste maal. En nou zegt Van Rijn, ga met Prosperous. En die komt zo dadelijk tot schuin naast de koploper. Maar dat is nog altijd die Dean Bros. In dit geweld weert hij zich geweldig. Met op de derde plaats dan de Griff Junior. Daarachter volgt dan aan de buitenkant SJS Junior C. En die wordt zo dadelijk prachtig afgezet door Prosperous. En zou die dan voor een gigantische verrassing kunnen zorgen in dit gouden paard. Paarden gaan op weg naar de laatste bocht. En het is nog altijd zo dat Prosperous de leiding nog niet heeft overgenomen. Nee, en Flavius is inmiddels in de tweede spoor is beland. En ze zijn halverwege de Tjarda bocht. Buitenkant komt Prosperous. Prosperous is nu helemaal naast Dean Bros. Neemt nu een neusje, een halslengte voorsprong is er nu voorbij. Daarachter ligt SJS Junior C op plek 2. Aan de buitenkant wordt nu in stelling gebracht Flavius. Tussendoor komt ook Panoramic. Het is Prosperous die leidt. Wat ben je dan een geweldenaar als je met zo'n koers zo makkelijk kan winnen. Go baby! Go, go, go! 1:13.1 de laatste 500 meter. Het is Prosperous die het gouden paard wint. Tweede SJS Junior C. Derde Panoramic. 15:5 voor de winnaar.